en welkom bij de talkshow van het Amateur Theaterfestival in Rotterdam in de editie van 2012. Wij zitten hier, het is zaterdagmiddag trouwens, wij zitten hier in de bovenfoyer van het OT Theater. En bij mij aangeschoven zijn drie gasten die wat gaan vertellen over de voorstelling die ze net hebben gespeeld. En ik zal ze even aan u voorstellen. Naast mij zit Matthijs van Wageningen. Nee, Floris van Bennekom, ik zeg het verkeerd. Daarnaast Matthijs van Wageningen en daarnaast mijn collega Fedde Spoel, die ook talkshows presenteert. Maar nu in de hoedanigheid van coach hier aan is geschoven. Jullie zijn van het garnizoen en jullie hebben net een voorstelling gespeeld. Dat klopt. Hoe ging het? Ja, het was heel erg fijn om te doen. Oké. Okay. Hele mooie zaal en ja. We konden elkaar goed vinden op dat grote podium. En dan kan je met improviserend kan je zo iets moois maken. Ja, want ik heb jullie begrepen dat jullie voorstelling rondom improvisatie is opgebouwd. Jullie maken hem al improviserend ter plekke. Ja, klopt. Is dat niet moeilijk? Want jullie doen mee aan de één-acteur-wedstrijd. Mm-hmm. Dus dan heb je wel, zeg maar, dat je een half jaar van tevoren een beetje een plan moet hebben van wat het gaat worden. Mm-hmm. Maar als je op basis van improvisatie werkt, weet je eigenlijk pas op het moment dat je op het toneel staat, wat er gaat gebeuren. Hoe lossen jullie dat op? Dat is een heel goede vraag. En dat is ook iets waar we zelf constant aan het werken zijn, aan precies dit probleem. Ja. Dus wij spelen al, we doen het al 3 jaar met elkaar. En een van de dingen die heel erg helpen voor ons is juist precies die termijn waarin we elkaar leren kennen en eigenlijk tijdens het spelen onze eigen spelvorm ontwikkelen. Zonder daarbij iets op te schrijven van tevoren of een thema te bedenken of suggesties uit het publiek te nemen of andere soorten houvast. En hoe repeteren jullie dan? Gewoon doen? Gewoon spelen? Gewoon gaan? Gewoon spelen inderdaad. Misschien wat Matthijs dan ook al een beetje zegt, is we hebben niet een half jaar gerepeteerd om dit te maken. Nee. Daar zijn we nu dus ruim 3 jaar mee bezig. En je merkt van wat wel werkt en wat niet werkt. En dan probeer je te oefenen op wat werkt en op elkaar nog beter te vinden en aan te voelen. En wat we merkten gedurende die jaren, dat het lastig was om muziek en of het musiceren en het acteren met elkaar te koppelen op het podium. Ja. Om elkaar allebei de ruimte te geven. Want, en aan te vullen. Even voor de duidelijkheid, Matthijs, jij bent een muzikant. Ja. Ja. En jij bent acteur. Ja. En hoe zoeken jullie dan die connectie daarin? Hoe lukt dat? Door voor mij vooral luisteren. Voor mij eigenlijk ook. Ja. Maar betekent dat nou ook dat jij een beetje muzikant moet worden en jij een beetje acteur om dichter bij elkaar te komen? Of? Het is denk ik meer een kwestie van een soort raakvlak zoeken. We zijn in zekere zin, doen wij allebei dezelfde dingen. Alleen hebben we daar andere uitingen voor, vermiddelen of manieren. Ja. Maar daar zit een raakvlak in. En dat is een van de dingen waar we naar op zoek zijn. Dus waar ligt dat dan precies? Duidelijk. Ik wil even door naar Fedde. Fedde, jij hebt deze groep gecoacht. Ja, dat klopt. Hoe lastig is het om te coachen als je een groep hebt die nog niet precies weet wat er straks gaat gebeuren als ze hier op het toneel staan? Nou, wat ik allereerst graag wil zeggen is, ik vond het heel erg leuk om deze groep te coachen, omdat ik het idee, zeg maar, dat je een voorstelling maakt, compleet geïmproviseerd, zonder dat je van tevoren vastlegt wat je gaat doen, dat vond ik echt een super tof idee. Dus daar was ik al gelijk heel enthousiast over. En ik was dus inderdaad ook wel benieuwd van, hoe gaan jullie dan repeteren? Repeteren betekent eigenlijk herhalen. Dat doen ze dus eigenlijk niet. Ze herhalen niet. Er zitten wel elementen in die herhaald worden. Dat merk ik wel. Dat zie, omdat ik nu een paar keer, tenminste ik heb in de repetitie, zeg maar, hebben ze 2 keer voor mij een stukje voorstelling gespeeld. Of een voorstelling gespeeld. En wat ik hier gezien heb was dan weer andere. Maar je ziet wel elementen terugkeren. En je ziet ook dat de muzikanten blijven en de acteurs blijven. Dat zijn bijvoorbeeld een aantal dingen die vast liggen en die het ook alweer een soort houvast geven. Wat ik wel
heel erg mooi vond om te zien nu, zeg maar. Omdat je dus publiek erbij hebt, wordt het allemaal een stuk spannender. Ja. Want de spelers zijn zich natuurlijk, of je nou wil of niet, je bent je bewust van dat je een publiek hebt. En dat maakt het natuurlijk wel spannend. Je denkt van, gaan we op zoek naar de lach of gaan we juist op zoek naar het drama? Maar ik vond het wel heel erg mooi. Ja. Ja. Verder is even weg en ik ga naar de volgende voorstelling kijken. Ik wil nog even met jullie doorpraten. En als eerst wil ik weten, mensen die nieuwsgierig zijn geworden naar jullie, waar kunnen ze informatie over jullie vinden? Ze kunnen op de site van het ATFR kijken. En we hebben een eigen site, www.kanalje.nl. En een Facebookpagina waar we zijn te vinden. En dat heet Het Garnizoen. Oké. En de meeste groepen vragen, gaan jullie deze voorstelling nog vaker spelen? Maar voor jullie is deze voorstelling natuurlijk al een subjectief begrip. Maar goed, gaan jullie hier dit nog vaker laten zien op andere plekken? Kunnen mensen nog naar jullie komen kijken? Dat is een goede vraag. Maar op dit moment niks staan. Nee. Nou ja, misschien natuurlijk morgenmiddag. Als jullie worden uitverkozen tot een van de drie markantste voorstellingen. Zou kunnen. Dan krijgen jullie nog een kans voor om in de reprise te gaan. Ja. Ja. Oké. Wat ik ook nog van jullie wil weten. Wat vinden jullie van het festival? We hebben eigenlijk heel weinig gezien tot nu toe. We zijn vandaag aangekomen en we hebben spullen opgebouwd. En een beetje de rust genomen voordat we zijn begonnen met spelen. Dus het is echt heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Misschien gaan wat meteen wel opviel, was dat de sfeer heel ontspannen is bij de medewerkers van het festival. Ja. En dat je goed weet waar je naartoe moet, waar je spullen staan. Dat de timing strak is en dat prettig werken is. Ja. En alles is goed verzorgd. Kan niet anders zeggen. Nou, en hoe belangrijk is het voor jullie om op zulke festivals te spelen? Het is wel heel erg leuk. het is echt een feestje om op zo'n festival te mogen spelen. Ja. Dus het is voor onszelf heel erg fijn om te doen. We gaan jullie vaker terug zien hier. Ik hoop het. Nog geen harde toezeggingen, dat maakt niet uit. Blijven jullie nog hangen vanmiddag? Gaan jullie nog voorstellingen bekijken? Gaan jullie nog een feestje vieren met ons? Ik ga in ieder geval nog verder kijken naar voorstellingen. En, even de concurrentie ik zie wel wat monitoren. Wie er mee gaat. Ja. Nou, hartstikke leuk. Heren, ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie hier zijn aangeschoven. En we gaan natuurlijk allemaal voor jullie duimen, zodat jullie morgen nog een keertje op mogen treden. Want ik ben zelf ook wel heel nieuwsgierig geworden naar wat jullie nou precies doen daar op het podium. Ik ga jullie bedanken. Ik ga ook de mensen thuis bedanken die hebben gekeken. En de mensen natuurlijk hier op de bank die allemaal zijn aangeschoven om jullie verhaal te horen. Als je meer informatie wilt over het festival, dan kun je die vinden online op de site www.atfr.nl. En daar vind je ook alle andere filmpjes die we vanmiddag en vanavond nog opnemen en die we gisteren hebben opgenomen. En heel veel andere informatie. Ik hoop jullie daar te zien en ik hoop jullie ook een keertje hier te zien. Bedankt. Dankjewel. Dat was het.